Oh, mijn grootste top 40 herinnering is dat ik me ooit officieel mocht gaan presenteren. Na flink wat keren ingevallen te zijn, want zo werkt dat meestal. Weet je. Dan heb je een vaste presentator, dan heb je de invalpresentator. En op een gegeven moment stapte Erik de Zwart op. En toen mocht ik aan de gang. Ik denk dat dat voor mij persoonlijk was dat het moment dat ik het mocht overnemen van Lex Harding in 1989. Toen nog bij de publieke omroep. En dat is best wel een tijdje geleden. Wat is daarna voor jou, wat is je grootste moment zelf geweest toen jij presenteerde? Nou, ik vond een van de andere hoogtepunten was dat we uiteindelijk na wat omzwervingen de top 40 ook weer bij 538 konden gaan uitzenden. In 1994 zijn we toch een beetje pootje gelicht door de publieke omroep. En uiteindelijk kon ik de top 40 binnenhalen en op vrijdagmiddag posteren van 2 tot 6. Eerst van 3 tot 6. Toen kregen we wat meer reclame. Toen werd het 2 tot 6. En ik vind het hartstikke leuk dat na mij Wessel het heeft gedaan. En dat nu Jeroen als Mr. Top 40 Junior hier mag zitten. Ik leef er niet iedere dag meer mee, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat was de eerste 20, 25 jaar misschien wel. Maar 50 jaar is een hoop, is een halve eeuw. Weet je wel hoe lang het is? Ik heb zoveel leuke herinneringen aan de Top 40 als luisteraar gehad. En even zoveel leuke herinneringen als presentator aan die lijst. Ik heb natuurlijk heel veel televisieopnames gemaakt, ook voor de top 40. Voordat ik dat op de radio vast ging presenteren. En dan kwam je wel eens op van die campings en zo in de zomer. Waarbij dan jongeren van die muren hadden gemaakt met bierkratten. En dan verhuurden ze, want dat was de andere kant van de camping, was te ver lopen naar de wc. Dan verhuurden ze een van die tentjes, hadden ze alle spullen uitgehaald, als wc. Dan kon je voor een gulden kon je behoefte doen in dat tentje. Je kunt je wel voorstellen dat je na een week dan in de zon zo'n tentje ruikt op afstand. En tussen dat soort gasten, al bier drinkend en lallend, maakten wij dan nog een televisieprogramma. Op de radio, ja, kijk, het is een waanzinnig leuk programma om te maken. En als je dan af en toe met artiesten gewoon samen dat gevoel hebt van hey, die artiesten vinden het vet om in die lijst te staan. Ik vind het gaaf om met die artiesten dat programma te maken. En je krijgt er dan van de luisteraars zoveel waardering voor terug, omdat ze altijd herinneringen hebben aan die platen. Dan denk ik dat, dat je iets moois aan het maken bent, waar je later op terug kan kijken als iets waar je trots op mag zijn. Dames en heren. Het eerste exemplaar van het boek 50 jaar top 40 voor Willem van Kooten. Hoe is dat voor jou om het stokje over te nemen van eigenlijk de grote Erik de Zwart? Ja, dit is bijna onmogelijk, hè? Gewoon, het is een. Hij is continu. Hij zal er altijd blijven zijn. Hij is voor altijd eigenlijk Mr. Top 40. Maar het is natuurlijk wel. Ik zei destijds van ja, het is een beetje het hoogst haalbare in Radioland om de top 40 te mogen presenteren. En nu doet Jeroen die doet dat. En die doet dat heel erg goed. Dus het zijn wel allemaal. Het zijn wel mijn types die je niet vergeet, zeg maar. Nou, Jeroen doet het heel goed. Ik vind ook dat je voor de top 40 presenteren uit bepaald hout gesneden moet zijn. Je moet jezelf op een nummer 2 kunnen zetten. Het gaat om die liedjes, het gaat om de lijst. Dat kan Jeroen prima. Wessel deed dat ook hartstikke goed. En we hebben het allemaal geleerd natuurlijk van Lex Harding. 50 jaar top 40. U bent vereeuwigd op een postzegel. Ja. Hoe voelt dat? Nou, ik sta er niet echt zelf op. Hè. Het is een tekeningetje van een paar hitjes die gaat. Hè, van Willempie en de bloemkool en de bananen en zo. Maar ik heb ook wel eens een heel velletje gehad met al mijn typetjes erop. Stond ik er echt zelf op. Dus ik ben het gewend om op een postzegel te staan. Het voelt goed. Ik ben het al een beetje gewend, moet ik eerlijk zeggen. Ik sta al een keer op een zegel. Zelfs met mijn hele kop op een zegel. Daar hebben we ooit met BSN ook een zegel gekregen. Na 35 jaar of 40 jaar BSN. Maar dit is hartstikke leuk om te naast deze geweldige mensen te staan, zoals André van Duin en zo. Hartstikke leuk. 50 jaar top 40. Hoe vindt u dat de jocks het van nu doen? Nou, heel goed. Het is ook een heel andere muziek geworden. Hè? Dus de hele top 40 is natuurlijk veranderd met vroeger. Vroeger was de top 40 was in samenwerking met de platenwinkels ook. Maar ja, er zijn geen platenwinkels meer. En de verkoop natuurlijk. En er wordt niet zoveel meer verkocht. Dus het is een heel andere puntentelling die ze nu hanteren. Weet ik van hoe het gaat met de computer. Dus het is een heel andere wereld geworden. Vroeger werden de platen nog verkocht en tegenwoordig is het een promotieartikel geworden eigenlijk. Dan hebben we hier nog het 50 jaar top 40 boek. Hoeveel jaar Erik staat hierin? Hier staat best wel wat jaartjes Erik in, want Erik is 57, dus die heeft 50 jaar top 40 helemaal meegemaakt. Alhoewel de allereerste keren kan ik me ook niet echt meer herinneren. Maar ik heb altijd met veel ontzag opgekeken naar Willem van Kooten, naar Joost de Draaier, de eerste discjockey die deed, Jan van Veen, naar Lex. En het was natuurlijk het ultieme. De piek voor mijn carrière, dat ik dan uiteindelijk het zelf mocht doen. Het was het programma waar je altijd op uitkeek, vroeger op zaterdag en daarna op de vrijdag.
Ja, ik vind het hartstikke mooi dat we een mooi boek hebben kunnen zetten. En waar het ook om gaat, al die artiesten die ook precies hetzelfde gevoel hebben van... ja, ik wil er gewoon een keer ingestaan hebben. Klaar uit, als je in de top 40 hebt gestaan, dan doe je pas echt mee. Dat is mooi.